Goedemorgen, u spreekt met Maarschalk Weert. Met wie spreek ik? Ja, mevrouw Treuren, goedemorgen. Ik bel u even, want de wettige deadlines die verstrijken vandaag om te vragen op de stukken die wij gevraagd hebben conform artikel 842 ABW, ja dan nee, komen of wellicht onderweg zijn of eenvoudig weer niet. De heer Winders behandelt dit soort dingen. Ik ben alleen momenteel nog voor de betreffende administratieve handelingen. Dus ik kan u helaas geen antwoord op geven. Kunt u dat dan doorzetten aan de heer Bindels en dan kan hij mij daarover bellen. Zo niet gaat er een ingebrekenstelling naar de rechtbank om 5 uur vanmiddag. Ik wil natuurlijk een mail voor hem doorgeven. Ja. Ik ga heel even de telefoonnummer wat ik nu in mijn spreek zie, is dat een nummer waarop u te bereiken bent? Ja. Dat is nog steeds het onveranderde nummer sinds december, waarop ik geen enkel telefoontje van u 11 maanden ontvangen heb. Het gaat van staten. Ja. Staat ook in alle stukken die ingediend zijn sinds december 2021. Ik heb genoteerd dat ik direct mail aan de heer Bindels doorsturen. Ja. En kunt u dan duidelijk aangeven dat de wettige deadline vandaag is, 5 uur? Ik ga geen minuut langer wachten nog. Dus dan, dat daar geen onduidelijkheid over is. Ik ga letterlijk doorgeven. Super, dank u wel. Oké, dag. Ja. Want daardoor is mijn huis in beslag genomen. Omdat er geen geld meer stond voor hypotheek. Ik had geld in Nederland staan voor hypotheekrente, omdat mevrouw Sebaeus obstructie en fraude pleegde. Dat is natuurlijk, je moet wel het complete verhaal kennen. Ja. Maar steeds, want er zitten twee kanten aan dat verhaal. Mm-hmm. En in die twee kanten, aan de ene kant is blijkbaar geld in beslag genomen. Laat ik even in het midden op dat dan terecht of het onrecht is. Daar bent u op zich vrij stellig en duidelijk in. Maar mocht de aanslagen die van Gorkum gaat verminderen, er zou te veel in beslag genomen zijn, dan komt dat uiteindelijk weer vrij aan uw kant op. Dat is één kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dat exact dan op dat moment wel beslag gelegd is, waardoor u uw huis heeft moeten verkopen. Nee. Het huis is niet door mij verkocht. Het huis is geëxecuteerd. Nee, door de bank verkocht. Met 100.000 euro verlies. Ja. En kijk, tot het eerste deel, dat komt dan weer bij u terug. Maar het tweede deel, dat is al. Ik weet niet of daar nog enige. Of daar nog herstel van te verwachten is. Dan moet u ook een keer, meneer De Waard, begrijpen dat u mensen dan, u, de Belastingdienst, mensen op die manier wel compleet klem zet, hè? Mevrouw Sebaeus bepaalt iets. Mijn visie is anders en dat heb ik u uitgelegd. Staat het op naam van mevrouw, Sebaeus? Ja. Oké. Okay. Dat zijn bedragen die van die voorschot, misschien kinderopvangtoeslag, op haar naam afkomen. Mm-hmm. Ja. Ja? En dat, dus zij heeft het aangevraagd. Dat zijn die bedragen die u in die brief van 31 oktober vermeld ziet. Maar zij heeft het dus aangevraagd, want dat staat op haar naam. En het is haar werkgevers, aandeel en het CMK. Ik weet niet eens over werkgevers. Dat begreep ik in uw e-mail ook niet, sorry. Het is een calculatie. Er wordt 1000 euro. U stuurt mij een brief voor. Ja, u zegt u begrijpt het niet, dan leg ik het even uit graag. Nee, maar dat... Het is 1100 euro kinderopvang voor een crash. Ja. Van ontvoerde kinderen. Mijn kinderen zijn ontvoerd, meneer, op 28 juli 2006. En als u daar twijfels over heeft, dan staat de video... Ik heb het gevoel dat u dat een beetje probeert in de mond te leggen. Maar nee, helemaal niet. Ik geef u aan waarom dat het een belediging is om in 2017 te horen te krijgen dat ik 30.000 euro moet betalen voor mijn ontvoerde kinderen voor de crash in Nederland. Ik moet luisteren, meneer Maarschalk. Ja. We leggen even een pauze in. Hmm. Lijkt me verstandig. Nee, we ronden dit... Ja. Zowel voor u als voor mij, even een pauze inleggen. Ja, ik wil dit afronden, want ik ben ziek en ik ga niet. Ik moet nu echt aan mijn gezondheid gaan denken. Sorry. Dat begrijp ik. En ik mag mijn emoties gewoon uiten, meneer. Mijn kinderen. Ik mag mijn emoties gewoon uiten. Ik mag mijn emoties gewoon uiten, meneer. Zeker, tuurlijk. Ik ben het ook eens dat als iemand, laten we zeggen, 182.000 bruto verdient,
dat hij niet 200.000 euro belasting doet. Zou kunnen, hè, theoretisch. Er zijn situaties denkbaar waarin dat wel kan. Dat mensen een negatief inkomen hebben. Ja, en dat het ook was oké. Dat heeft ook te maken met bewijslast. Negatief inkomen. Ja, ja, door boetes en dergelijke. Boetes, maar ook door belastingrente. Okay. Maar ook doordat bijvoorbeeld iemand meent een bepaald inkomen niet genoten te hebben. En dat de Belastingdienst toch net voldoende bewijs meent te hebben. En dat de rechter ook goedkeurt. Dat iemand dat inkomen toch bijgeteld krijgt. Terwijl iemand dat bij hoog en belaag volhoudt en voelt dat hij het nooit gehad heeft. Dat die onrechtvaardigheid kan voorkomen. Ja. Ja. Ja, goed, dat is voor mij een beetje onafhankelijk. Maar die spelen weet ik niet, maar... Nou ja, ik weet als mens, net als de rest van Nederland, het enige wat voor mij telt, ik vind het een prachtige uitleg van u, maar, en ik ben nu ook gewoon heel direct, ik kan er helemaal niks mee. Nee, maar u heeft er wel mee te maken. Ja, maar ik ben mens en ieder mens, ik bedoel, bij de Albert Heijn kun je niet eten pinnen van een negatieve inkomen. Nee, maar daar heb ik opmerkt spijt van. Alsof we u toen te veel hebben gepusht om te tekenen. Nou ja, goed, er is getekend, dus dat vind ik, dat is achteraf. Wat daar is afgesproken, dat gaat u ook krijgen. In die zin, die vermindering van die aanslagen, daar is van Gorkum al mee bezig, volgens mij. Hmm.